Nou ja, je leeft. Daar ben je bijgekomen. Ik ben wel bijgekomen, ja. Dat was even schrikken. Ja, Leo, wel, ja, ik kwam even eigenlijk een fotootje maken. We zijn in de halve maan. Het lange deel, welk nummer is het? 29. Ja, 29. Nou, het is, we zitten hier gewoon eigenlijk in een oude woonkamer. Van de familie die hier vroeger woonde. Ja, familie Vlierenberg. Ja, ja, nou, het is echt een wederopbouwplan. Ja, je hebt het net eventjes laten zien. Maar dit wordt, uiteindelijk wordt dit de kantine voor de Primera. Ja, hè, voor de dames. Ja. Ik kom natuurlijk eigenlijk het winkelpand bekijken. En had je net een klein ongelukje gehad. Het hele plafond is naar beneden gekomen. Ja, ik wilde een beginnetje maken met het gipsplafond eruit te halen. En gelukkig deed ik vanaf boven een klein duwtje geven aan een stukje gips. Waar je vanuit de trapgat misschien kan het zo bekijken. Met mijn voet erbij kom. En van een klein stukje ritsen het hele plafond. Even zo naar beneden, maar dan ben je eigenlijk ook wel heel goed weggekomen. Had je daar gelopen, dan was je echt wel een shark geweest. Want er waren mensen van buiten die schrokken eigenlijk helemaal aan het webblazers. En die gooiden de deur open en... Is er iemand? Is er iemand? Ja. En ik stond gelukkig hierboven. En ik ben ook bij mijn eentje, dus eind goed, al goed. Ja, voor de mensen die het niet precies weten, jullie zijn dus al van de Primera in Douwendalen en van de Primera in Vlissingen. Ja, klopt. En dat doe je samen met Gabi. Ja. Hey, lekker stijl. Ja, al enige jaren zijn we... Twee maanden terug, of wat eerder werd bekend, dat jullie nemen de Primera over van Anthony Burger. Ja. En zijn vrouw. Els. Ja, en die gaat daar weg, dus hij verhuist weer met de chocolaterie. Ja. En jullie herstarten eigenlijk hier. Ja, wij pakken een stukje van zijn interieur mee. En drie van zijn personeelsleden nemen ook over. En dan gaan we hier in een frisse winkel een frisse start maken. Ja, en het is de Primera wel zoals we hem kennen, denk ik. En zoals die Douwendalen eruit ziet, dat is in grote lijnen ook wat jullie hier gaan doen. Ja, precies. Ja, dat was wel een nieuwigheidje. Daar komt ook een soort bank of een... Ja, hier zo krijgen wij een pinautomaat in de winkel. En daar kun je gewoon geld mee opnemen, maar je kunt ook geld storten. Dus ook eventueel andere ondernemers uit de stad, die kunnen dan eventueel hier hun geld gewoon storten. Precies. Niet in sealbags, maar gewoon los. Ja, nou, dat is, ik hoorde toevallig net dat echt wel een dingetje is in de stad. En met die nieuwe apparaten, daar gaat nog wel het een en ander mee mis. Dus dat is een mooie aanwinst ook. Ja, absoluut. Dat is een hele mooie aanwinst. Hé, hey Leo, wat is, jij bent natuurlijk ook wel handig. Je had ooit ook een klusbedrijf. Ja. Dus je kan wat, het plafond is er al uit, dus dat hoef je niet meer echt te doen. Maar wat is dan grofweg de planning die jullie hebben? Ja, we gaan nu nog de boel dan opruimen nu beneden en iets verder demonteren. Hierboven gaan we het opknappen om er een mooie frisse kantine van te maken en back-offers. De andere bedrijven, bouwtechnisch, om bijvoorbeeld nieuwe kabelgrote elektriciteit, systeemplafond, airco, die komen allemaal voor half september. En vanaf half september gaat Anthony dicht. Gaan we de boel tellen en dan gaan we in die twee weken alle spullen die meegaan van Anthony interieur, dat gaan we verhuizen en hier opbouwen, inclusief de nieuwe spullen. En dan gaan we woensdag 28 september open. Oh, dat is al best wel snel. Ja. Eigenlijk binnen een maand. Klopt. Nou, dat is heel goed, maar dan ben ik net weer van een reisje, dus okay. dan ben ik daar gewoon bij. Dus, heel mooi, je bent van harte welkom. Ja, nou super, ik wens je heel veel succes met de verbouwing. En dan gaan we toch, ik wil toch nog even dat plafond laten zien natuurlijk, want het is toch een... Want jij was dus hier in een kast. Ja. Loop maar even voor als je wil. Even aan het koekeloeren, want dit is de oude ingang naar... Dit is de oude trap naar de winkel, vanuit de winkel naar het woonhuis van vroeger. En dan daar zien we de gat. Gat, en daar kan je dus... En jij dacht, nou, ik geef hem maar vast een klein zetje met mijn voet. Ja, niet wetende dat het hele plafond echt totaal naar beneden kwam. Met stof en lawaai erbij. En hier ligt het plafond. Echt, door heel de zaak, echt. Mijn fiets staat daar achterin, die had ik binnengezet. Die staat buiten de fiets. Die had het nog een beetje. Dus ik weet niet hoe die er dadelijk op eruit komt. Oh jongen, je hebt echt geluk gehad. Is dit aluminium of is het staal? Alles is staal. Ja. Blik. Dan had je echt serieuze problemen gehad, denk ik. En die gipsplaat wegen ook genoeg. En dan kom je er ook nog niet zomaar van onder. Nee, klopt. Nou ja, weet je, het is... je ziet de beugels, die zijn gewoon helemaal losge. Ja, ze hingen eigenlijk in het geheel aan blikjes. Ja, ik denk dat dat toch een beetje te licht... Nou, dankjewel voor de toelichting. Ik ben blij dat je nog leeft. Ja.